beste kijkers. Het is vrijdagmiddag 26 mei rond de klok van 4:15, bijna 4:30. En we gaan samen eens even kijken naar de real-time AEX weekgrafiek, DAX-grafiek en de BEL 20-index om vast te stellen hoe naar al waarschijnlijkheid week 21 de boeken ingaat. Laten we beginnen met de AEX. Daar zien we dankzij een gigantische eindsprint van de bulls op vrijdagmiddag zowaar misschien zelfs een doji candle staan op de weekgrafiek. En wie had dat bedacht gedurende de week? Want we hadden te maken met flink wat berendruk, een vrij grote zwarte candle en dus berendruk richting zo mogelijk 7,35. Maar dat wordt in ieder geval redelijk weggepoetst dankzij de sprint van hedenmiddag. En misschien gaan we zelfs met een heel klein wit candletje de week uit. In ieder geval een dappere strijd rond 7,66 en dat ligt dicht bij de eerste rode streep op 7,69 met daarboven 3x7 als volgende barrière. En dat betekent dat de week uptrend sowieso niet in gevaar komt, want dat is pas het geval onder de 7,35 en onder 710. Maar hamvraag is dit voldoende om volgende week een opnieuw druk te zien op die 7,69 rode streep en uit te breken boven die rode zone? Zo ja, dan krijgt natuurlijk de week uptrend een gigantische impuls. Maar gaat het niet lukken, dan zien we voor de derde keer die aarzeling om uit te breken. En dan moeten we toch maar weer voorzichtig naar beneden kijken richting diezelfde 7,35 groene streep. Dus al met al een beetje een verkrapping van het speelveld en dat betekent dat de uitbraak, hetzij omhoog, hetzij omlaag, steeds dichterbij komt. Maar gelet op het totaalplaatje, alle rangen en standen van de indicatoren meegenomen, lijkt het toch aannemelijk te veronderstellen dat de uitbraak uiteindelijk aan de bovenkant gaat plaatsvinden. En dat betekent dat de 800 weer eens een keertje lekker in beeld komt. Volgende week dus spannend. Je zou al kunnen gaan denken aan het thema erop of eronder voor de bulls. En dan weet u, dan heb ik het over de 7,69 tot 7,77 weerstand. De DAX, vandaag een procentje erbij. En dat betekent dat de weekgrafiek hier aarzelingen blijft tonen. De zwarte candle met swing plus 9. Dat is over het algemeen een duidelijke en toch wel sterkere indicatie van topvorming. Tel daarbij op dat de RSI als spanningsmeter een neerwaartse knik laat zien. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat op het DAX speelveld wel getopt gaat worden tegen 16.300 als opmaat voor een correctie. Dan terug naar de stippenlijntjes en dan hebben we het al gauw over 15.600 en misschien wel veel lager terug naar de SMA-lijn. Dus hier is het ook spannend. Eigenlijk kun je ook zeggen omgekeerd, als het gaat lukken om de rode streep op afgerond 16.300 uit te nemen, dan krijgt ook hier de weektrend een mooie stevige impuls en zijn er weer nieuwe koopkansen voor trendvolgende beleggers. Ook hier, u heeft gelijk, erop of eronder voor de bulls. En dan hebben we de BEL 20. Heel klein plusje vandaag en daar kunnen we vaststellen dat de bulls wel achterblijven. Daar zien we een zwarte candle, de 2/4/6 op rij, met wel enige kleefheid aan de SMA-lijn. En dat is dan op zich wel weer positief. Maar hier op dit speelveld is op zijn minst een witte candle nodig om daadwerkelijk te kunnen gaan spreken van een rebound als opmaat voor een mogelijke trendomkeer. Ik wens u een plezierig weekend.